Aad Hartog, voorzitter Wijko Graan Kreuzwijk. Sinds 3 jaar geleden ben ik vier voorzitter geworden, heb ik Jan Schot vervangen. Jan Schot is momenteel met ouderdomspensioen, ondanks dat hij al pensioen had. Maar Jan Schot, daar wil ik voor, nou, het is moeilijk niet, maar te veel voor. Maar die heeft het jaren gedaan? Die heeft het jaren gedaan, die is hier in het wijkprogramma eigenlijk begonnen. Hoeveel jaar bestaat het wijkprogramma eigenlijk? Het wijkprogramma bestaat rond de 35 jaar, kan ook zelfs nog 40 jaar zijn. Dus we bestaan lang genoeg. Nou, toch lang genoeg om toch een begrip te zijn in Kreuzwijk? Ik dacht het wel, wij moeten ook een begrip zijn in Kreuzwijk. En ik denk dat we dus ook genoeg naar de mensen toe moeten doen. Maar ja, we kunnen de laatste tijd heel erg. En dat schijnt dus bij verschillende mensen en in de wijk niet gewaardeerd worden door een hoop mensen. Wat doen jullie eigenlijk voor de wijk, voor de mensen? Nou, wij proberen in ieder geval de mensen van informatie te voorzien als dat nodig is. Als ze bij ons komen voor informatie, krijgen ze dat. Zoveel wij weten. Als we die informatie niet weten, gaan we er eventueel achteraan waar we de informatie kunnen verhalen of gaan halen. Nou ja, en dan krijgen de mensen de informatie alsnog. Jullie moeten wel roeien met de riemen die je hebt, hè? Want alles is natuurlijk minder geworden. Alles is veel minder geworden. De subsidies zijn veranderd. We hebben dus heel weinig subsidie nog. We kunnen in principe nog net bestaan. En wij zijn eigenlijk inwonend bij het steunpunt. Zo werkt dat hier zo. Wij als wijkorgaan bestaan nog wel. Maar niet onder de noemer Wijkorgaan. Wij heten op dit moment eigenlijk steunpunt Wijkorgaan Kreuzwijk. Zo worden wij op dit moment genoemd. En zonder vrijwilligers kan je natuurlijk niet werken. Nee, we hebben dus momenteel 10 vrijwilligers. Waarvan we... die dus 5 dagen in de week hier aan het werk zijn. We zijn ook van plan om door de tijd hele dagen te gaan draaien. We draaien nu nog steeds halve dagen. Van 9 tot 12. En een enkele middag draaien we er ook nog tussendoor. Maar dat gaat dus in de loop van de tijd, zodra het drukker gaat worden. En het is al druk genoeg eigenlijk, want anders heb je geen 10 vrijwilligers nodig. We zitten hier op de dag, 's ochtends, zitten we met 3, 4 vrijwilligers tegelijk. En dat gaat perfect. Alleen ja, er zijn ook nog wel eens klanten die moeten wachten. Ondanks dat we zoveel vrijwilligers in dienst hebben. Welke dagen en welke tijd zijn jullie open? Wij zijn van maandag tot en met vrijdag open. Van 9 uur tot 12 uur. En dan zijn we maandagsmiddags dikwijls open, niet altijd. Dat ligt er gewoon aan. Als er geen animo is of als er geen mensen zijn, dan doen we de boel weer dicht. En woensdagsmiddags en donderdagsmiddags zijn we dikwijls open. En dat is eigenlijk een probeerseltje naar de toekomst toe. Wij willen dus ook hele dagen open gaan. Ik heb gehoord dat jullie waarschijnlijk hier gaan verhuizen. Je zit nu hier in de Pijpenstraat, de tamboer. Ja. Waar gaan jullie naartoe als het doorgaat? Nou, als het doorgaat, en dat kan nog wel even duren hoor, want dan gaan we dus naar het dienstencentrum Rubberhoek. Daar krijgen we dus een locatie waar we dus met het steunpunt en het wijkorgaan gezamenlijk kunnen intrekken. Alleen, ja, de verbouwingen die zijn nog bezig en dat gaat natuurlijk een hoop geld kosten. En daar zal de deelgemeente ook, want dat zal de deelgemeente gaan betalen. Maar ja, ik zeg het, hoe lang dat nog gaat duren, dat weten we dus niet. Dat kan nog wel een jaartje aanlopen en misschien eerder. Het is te hopen dat het gewoon dan eerder gaat gebeuren. Maar we zitten hier nog steeds goed. We hebben het nog druk genoeg en we hebben het naar ons zin. Dus je verveel je eigenlijk niet? Nee, ik verveel me eigenlijk nooit. Ik ben 7 dagen in de week bezig voor het wijkorgaan en het steunpunt. En ik niet alleen, maar het hele bestuur. Nu nog echt wel vrolijk is. Als ik zeg Kreuzwijk op Stelten, wat doe je dat dan denken? Oeh, Kreuzwijk op Stelten, daar zijn we dus al een poosje mee bezig. Dat kost een x bedrag. En ja,
Dat is een hele moeilijkheid geweest naar de deelgemeente toe om dat voor elkaar te krijgen. Naar aanleiding van dat zijn er ook nog bepaalde mensen die dus een bijdrage doen in dat Kreuzwijk op Stelten. Maar dat wordt een heel groot evenement met waarschijnlijk een broodtafel 's ochtends om 10 uur, waar burgemeester Abutale bij komt. En die dus waarschijnlijk de grootste van, zeer zeker Nederland wordt. En misschien wel van Europa. Dus een kennis of record verhaal wordt dat waarschijnlijk. Waar komt hij te staan en hoe lang denk je dat hij wordt? Op de Kreuzwijkseweg komt hij te staan. En hoe lang die wordt? Nou, hij mag voor mij niet lang genoeg worden. Dus. Wat wordt er al zo gedaan de hele dag dan? Nou, er zijn de winkeliers die doen het een en ander. Die doen de een die geeft extra ijsjes. De andere, de groenteboer, die doet bij wijze van spreken iets met zijn groente of met fruit. Aan de overkant de visboer, die doet weer wat anders. Dus ze hebben allemaal wel iets. Wat wij dus niet precies weten wat ze doen, maar ze doen wel wat. En voor ieder wat wils. We hebben ook op het Marningsplein, dat wordt dus helemaal ingericht voor de jeugd. Daar gaan de jeugd spelletjes doen met instanties. En dat, het wordt gewoon een groot evenement. Zullen we dan hopen dat het goed weer is? Want als je naar buiten kijkt, wat denk je? Nou, als ik nu naar buiten kijk, dan denk ik van het is een fiasco. Maar laten we die dag dan maar eens goed weer hebben. Want het is altijd in het weekend is slecht. Maar nu, dit weekend zal het, dit weekend niet, maar over 14 dagen zal het wel mooi weer moeten worden. Ik hoop voor jullie, voor het vele werk dat jullie gedaan hebben, dat het een hele mooie dag wordt. Ik hoop het ook. En ik hoop dat het een geslaagde dag is, dat is nog veel beter.